Ah, oh, er zat trouwens ook een Reaper King achter me aan. Hé, hey, boeien. Oh my god. Oké, nu wordt het toch wel even boeiend. Nu wordt het heel erg boeiend. Wacht. Wat doet die raptor binnen mijn deuren? Portable rope ladder was destroyed. Ik weet niet hoe, maar waarschijnlijk door de dino's. Baalde wel een beetje van. Ik had wel even andere plannen wat dat betreft voor deze aflevering. Maar we moeten natuurlijk deze schade even corrigeren. Het is eigenlijk essentieel dat we de rockdrake niet oppakken. Oeh. Disable wandering, unhitch. Nu heb ik hem toch opgepakt. Oké, okay, voor het geval je het niet door had, er zijn een paar dingetjes waren net eventjes fout gegaan. Vandaag gaat echt super lekker wat betreft opnemen. Mijn camera is al een keer vastgelopen vandaag. Ik heb de server laten crashen net al een keer toen ik de rockdrake oppakte. En mijn opnamesoftware was ook nog eens gecrashed. Dus hey, alles gaat helemaal lekker. Goed, ik heb geen idee waar ik net gebleven was. Ik wil in ieder geval een ankylo temmen. Ik wil een industrial grinder maken. Ik wil een chemistry bench maken. Maar we beginnen met de ankylo. Daarmee verzamelen we metaal. Dat gaan we doen met onze rockdrake. Die inmiddels level 173 is door de levels. We hebben ook nog eventjes foundations geplaatst. Omdat onze dino's die daar in het hokje stonden zijn gedood door raptors. Dus met deze foundations probeerde ik de spawn te blokkeren. Nou, er staat alsnog een paraseer daar. Dus we zien alweer in hoeverre dat succesvol is geweest. Ik moet mijn outfit eventjes bij elkaar strompelen. Een gun bij elkaar pakken. En tranquilizer darts. En dan kunnen we gaan kijken voor een ankylo. En dat is eigenlijk een kleine recap van wat er net allemaal is gebeurd. Van wat we ook weten is dat de ankylo's in dit gebied zitten. En dat wij daar dus niet denderend veel tranquilizer darts voor nodig hebben. Nou, we kunnen best wel onze afstand bewaren indien we op een rockdrake zitten. Dus dat zal niet het grootste probleem worden. Alleen we moeten gewoon heel erg oppassen met het feit dat we niet hem per ongeluk oppakken en daardoor weer de server laten crashen. Want als we hem crashen is er een kleine setback. Dus dan worden we eventjes teruggezet. En dat willen we ook niet. Maar goed. Lekker gliden. Dan gaan we eventjes op zoek om tegen een paddenstoelenboom aan te raggen. Wat de fuck is hier gaande? Wacht eens even. Wat is eventjes hier gaande? Moet dit zo dicht langs het water? Wat doen jullie? Plan Z species? Maar wat ben je aan het doen? Waarom plaats je dit langs het water? Ik snap de motivatie er niet achter. Maar ja, goed. Niet mijn project. Het zal mijn worst wezen. Oh, hey. Ik klipte aan de boomstam vast. Nou, speak of the devil. Hoe draai ik? Hoe draai ik? Hoe sta ik? Booms. Waterval? Oké, het zit hier gewoon een ankylo hier rechts, oké? Dat is eigenlijk een beetje wat ik wilde. Alleen het pokkenbeest draait niet echt. Hey. Of waarom gebeurt dit als ik... What? Oh, kijk, daar is hij. 36. Nou, we willen toch wel een tikkeltje hoger level dan dat. Alhoewel, het maakt op zich ook eigenlijk niet uit. Maar goed. We kunnen nog eventjes verder kijken op deze boomstronk. Want ik zie er, geloof ik, hier links van mij ook nog twee. Met een aapmen ernaast. Ik zie een rockdrake daar verder op de boomstronk. Dus oké, daar ga ik er even van afstappen. En dan even kijken. 64, aapmen, 12. Laten we anders voor die 64 gaan. Ik denk niet dat we... jou fluit ik ondertussen even op passive. Hey, wat vind je me daarvan? En dan gaan wij gewoon schieten. Stoppen we spullen in hem. Uiteindelijk de... Oh nee, hij moet niet naar beneden vallen. Dat is een goeie. Hij moet niet naar beneden vallen. Hij zal hier niet omhoog kunnen klimmen. Dat is dan ook weer een ding. Aangezien dit randje gewoon in de weg zit. Dat is prima. Dat is prima. Uiteindelijk als we de spullen in hem stoppen. Dus de citronels. Uiteindelijk kan dan... Ben jij nou ook boos? Nee. Val niet naar beneden. Die staat op het punt om naar beneden te vallen.
Gewoon... Ja, kijk, daar gaat hij. Oké. We gaan er wel eentje zoeken op de begane grond, oké? Ik was even het vluchtgedrag vergeten van die beesten. Als het goed is, zal er hier vast wel ergens eentje zijn. Oh, hier twee, onder me. Oh, klim op de muren. Of spring gewoon, dat mag ook. Alhoewel, er wordt er eentje aangevallen door een ravager. Het is een level 40. Er liepen er twee, als het goed is. Als die ravager doodgaat, is het voor mij een paar dik prima. Wacht, ik help anders wel even. Goeie pijl, lekker kort. Goed, goed geschoten, goed. Goed, die was ook raakt. Kijk, dat... Oh, nu komt hij op mij af. Ronky Drinky, help me. Kijk, dat is prima hoor. Dat is prima. Ik doe niet denderend veel damage, maar ik doe wel genoeg. En dat is hetgene wat telt. Is nou de... Oh, dat is nog een Ravager. Is de, hoe heet het, overleden? It did it. Maar er liepen er twee. Ik denk dat die tweede gevlucht is. Het liefste wil ik eigenlijk gewoon een Ankylo in de buurt vinden. Hey, Nameless, flikker in één top. Ik wil echt niet dat ik mijn lamp had moeten meenemen. Klote is, nu ben ik alsnog als een dwaas aan het rondrennen op een rockdrake. Terwijl ik gewoon kan gliden, dat weet ik ook wel. Maar al ga ik gliden, dan ga ik mogelijk te snel en zie ik dingen over het hoofd. Wop, wop, wop. Ik heb geen zin in een gevecht. Tot ziens. Ik was ook helemaal vergeten dat ik zelf ook onzichtbaar kon worden. Oeh, ja, ik zie er hier links twee. Als het goed is, yes. Jullie worden niet aangevallen of iets? Ik word overigens wel aangevallen. En hij doet geen damage. Nou ja, 40. Maar dat beschouwen we in deze situatie even als geen. Er zit helaas ook een Nameless bij me. Hopelijk groeit dat niet uit tot meerdere Nameless. Blijkbaar wel. Ik dacht, ik kill even de rockdrake en dan ga ik er vandoor. Maar het ziet er ook niet echt denderend rooskleurig uit. Dus we zoeven eventjes weg. Stamina genoeg, stamina genoeg. Kijk, dat is prima. Rockdrake zwemt trouwens daar achter me aan. Hey, veel succes hè. Er zijn nu wel genoeg Ankylo's op zich. Alleen ik moet gewoon even eentje hebben zonder Nameless. En misschien is dat ook iets te veel gevraagd. Misschien moet ik gewoon even een lampbeest temmen. Gewoon een tijdelijk lampbeestie. Laten we dat anders maar even doen. Of ik neem er gewoon even eentje mee. Ja, dit is toch wel even een stukje makkelijkere mobiliteit wat dat betreft. Lekker zoeven, lekker springen, lekker glijden. Laat ik dan voor de zekerheid ook nog maar even een paar extra tranquilizer darts maken. Ik heb als het goed is nog wel genoeg narcotics daarvoor. Misschien niet genoeg zilver, nee. Oké, 26 erbij, staan we nu op de score van 48. Dat zal ongetwijfeld voldoende zijn. Als we nu dan ook gewoon even nog één kunnen... Nu vergeet ik alsnog mijn lampenbeesten. God, god, gloeiende. Deze zijn toch weer makkelijk te temmen. Dus dat is het grootste probleem niet. Ik zou zeggen, lampie aan. Dank u wel. Dan gaan wij nu op avontuur. Ik zit stiekem gewoon te hopen dat er iemand... dat er eentje hier bij de... Kijk, 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 kijk. Dat bedoel ik dus, hè. Hallo. Ik kom even binnenvallen. Ik zie er hier een. Level 60. Heeft al een beetje trank. Deze heeft ook al een beetje trank. Rockdrake, blijf lekker staan. En dan ga ik wel aan de slag met jou. Ik heb toch het lampje om me heen, dus dat is prima. Hoppakee. Uiteindelijk zal hij ook vluchtgedrag vertonen. Ik weet nog niet wanneer dat zal plaatsvinden. Maar voorlopig nog niet. Jou zet ik wel even op follow. Molratje erbij. Excuse me. Oh, hey, Art de Pleura. Maar dat is even niet de bedoeling. Oh, die is nu aan het vechten met die Ankylo. Prima. Oh, vluchtgedrag geactiveerd. Of is het gewoon een gekke draaicirkel? Gekke draaicirkel. Mag ook. Wordt niet aangeraden om een rockdrake aan te vallen. Die heeft vrij weinig met de situatie te maken. En hij is neer. Goed. Die gaat erin. En dan moeten we het eventjes afwachten. Artepleura moeten we ondertussen eventjes killen. Want die kan vervelend gaan zitten doen. Oh, wat doen we toch denderend veel damage. Oh ja. Dank u. Er zit een hele smichterige megalosaurus zitten op de loer. Die zit daar. Ik hou hem nu al de hele tijd in de gaten. Aangezien er van geen enkele andere hoek gevaar komt.
Behalve van hem. Het is een gluipert van level 36 met 2600 HP. Kan hem ook gewoon aanvallen. Dat was een vuurvliegje. Kan hem wat dat betreft ook gewoon aanvallen. Maar toch. Ik bedoel, het is een megalosaurus. Die zijn sterk. Ik voel me er te onrustig bij. Ik val hem wel aan. Ik had ook wat dat betreft in camouflage kunnen wachten. Ik denk, nou weet je wat. Dat doen we maar even niet. Dus we tikken het zo wel. Oké, goed hè. Dit gaat heel goed. Weet je wat? Volg me maar. Volgt u mij maar. Mag ik ook nog springen? Dank u. Klim ik zo het hoekje om, oké? En dan leid ik je weg. En kom maar deze kant op, hè. Kom maar. Hopelijk heb ik hem nu iets meer weggeleid van de desbetreffende Ankylo. Dan kunnen wij in ieder geval met een wat geruster hart... Nee, toch niet. Geen gerust hart. Hij valt de Iguanodon aan. But why? Wilt u alsjeblieft ook gewoon eventjes weggaan van me, hoe heet het? Ja, dank je. Nee, nee, nee. Oh, nee, hè. Nee. Aandacht. 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 Aandacht! Ik huil. Ik huil van binnen. Omdat er één zo'n stinkbeest dat ik blijkbaar gewoon niet zijn agressiviteit kan overnemen. Dat is toch ook wel heel... Dan maak je het ook wel heel bont, hoor. Dat vind ik ook wel echt extreem kut. Waren we zo goed onderweg? En ergens van, nee, ik ben een megalosaurus. Ik ben koppig, ik doe wat ik wil, weet je. Het is een vrij land, ik moet doen al aan wat ik wil. Zo flikker toch een eind op, vent. Oké, ja, dan moeten we maar op zoek gaan naar een andere Ankylo. Want ja, wat dat betreft, ik heb nog steeds genoeg trankdarts. Ik heb nog steeds genoeg fruit. Of groenten. Citroenen, whatever, citronels. Dus er zal vast wel eentje tussen zitten naar onze wensen die we kunnen pakken. Ik zie wat jij mogelijk niet ziet. En het zijn twee Ankylo's. Hallo. Is het hier druk? Zijn hier vervelende beesten? Ik zie toevallig links van mij een slangetje. Maar die gaat ons niet eventjes lastigvallen. Oké, leveltjes. Leveltjes check. 12. 12. Ik zou zeggen, stik erin. Tot ziens. What the fuck? Nee, niet de freezing spore. Serieus, ik ben daar dus niet immuun voor, al heb ik mijn hazard suit aan. Oh, dat is een beetje bullshit. Ik zie nu ook gewoon totaal niet waar ik naartoe moet. Goed, dat hebben we ook weer overleefd. Ik zit echt op de rand van de blauwe zone. Ik moet even wat meer de blauwe zone ingaan. Want ja, zoals het nu gaat, lukt het niet echt. Ik bedoel, het is toch niet zo verdomde moeilijk om zo'n pokkenbeest te vinden? Of ligt het nou aan mij? Oké, dit... Je kan ook gewoon achterlijk zijn, oké? Je kan ook gewoon een kant op gaan waar ik niet je een kant op laat gaan. Er komt daar wel een eigenaardige paarse gloed vandaan. Dat is zo'n paars gloed, inderdaad, van een loot droppie. Ik dacht al, dat paars, dat ken ik ergens van. Hallo? Nou, dat is kut. Een irrigation pipe intersection. Ja, hé, hey, lekker boeiend. Nou, ik heb al een beetje gemerkt dat bovenin vinden niet echt de Ankylo's plaats. Ik zag er hier, geloof ik, eentje. Daar verderop rechts. Alleen ik word nu even belaagd door een groep ravagers. Wat natuurlijk ook altijd een van mijn fijne hobby's is. Top. 2 ravagers, 3 ravagers neer. Even gluren welk level. Dit is wel even een rustig gedeelte. Level 8. I'll take it. Alhoewel, er zit er daarachter nog één. Wacht even hoor. 16. Pak die van 8 wel. Het is toch alleen maar voor het metaal meenemen. Ik weet niet, ik ben het zat. Ik ben het zat om hier te zijn. Er gaan te veel dingen fout dat ik hier gewoon niet meer wil zijn. Oké, ja. Er is een slang verderop. Hap, hap. Ik leid je af. In de hoop dat je niet opeens wild achter mijn Ankylo aangaat. En dan opeens... Hé, nu is hij dood. Ja, top. Oké, ik moet nu eventjes de plek onthouden van waar ik ben. Ik kan dat niet echt zien. Het is wat 43... 67, zoiets. Achter een steen. Want ja, ik ga natuurlijk... De Ankylo neem ik mee. De bulbdog die ik op mijn schouder heb staan... Die laat ik achter. Tering hoog level. Dus het is ook een beetje van... weet ik dat zeker? Maar ja,
Deze beesten tem je zo weer. Dus dat is het probleem niet zozeer. En dat kan je op zich ook bedenken bij een ankylo. Maar ja, dat kost wel eens nog best wel veel moeite. Dus ja, hè? Snap je? Jij gaat mee. Pick up. Huppakee. Ik weet waar ik je achterlaat. Ik zou zeggen, blijf lekker staan. Ik kom zo direct voor je terug. Oké, we zijn weer op het veilige stukje land aangekomen. Vliegen we nu gewoon eventjes snel terug. Zetten we jou vervolgens eventjes hier neer aan de hitching post. En eventjes snel op wandering. Misschien dat je dan eventjes een paar leveltjes mee kan pakken. En dan gaan we nu even snel terug voor Operation Save Bulb Dog. Oké, het was een beetje links achterin. Het was niet denderend ver. Maar wel ver genoeg dat het niet zo 1, 2, 3 op mijn radar zat. Eventjes daar naartoe. Ik weet niet of het oranje zichtbaar was. Even kijken, waar ben ik nu? Het was een beetje 43, 68, dus ik moet nog wat meer zuidwest. Hey, een ankylo. Welk level ben jij? 65. Oh, wauw. Jammer dat er een fucking rockdrik boven me zit. Scheert u weg. Oeh, oeh, oeh. Hey, gevonden. Mooi, 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 mooi. Goed verstopt, pik. Oké, nu tijd om echt terug te gaan. Echt via de boomstronken is het echt zoveel makkelijker te zien. Maar al zit je eronder en het gekke manoeuvresysteempje van de rockdrake maakt het echt zoveel malen lastiger. Echt onnodig lastig. Kijk, echt ga naar rechts, dankjewel. Dan gaat hij opeens dit doen, weet je. Dus van nee, je moet gewoon afspringen. Maar goed, hey, we hebben onze bulb dog weer. We zijn weer gearriveerd. Knallen even tegen onze basis op. Hey, makkers, hoe is het? Goed, dan is het nu ook tijd om een ankylo zadel te maken. Wauw, die heb ik zeker nog niet. Nee, dat was te verwachten. En hopelijk heb ik wel genoeg metaal en huid en heutemeteuties om er in ieder geval eentje te maken. Jou ga ik alvast prepareren met flink wat hout om te verbranden. Oeh, oeh, oeh. Ik weet wat ik kan doen om dit de beuk elke keer te voorkomen. Gewoon de pick-up mod uitzetten. Zodat ik jou nooit kan oppakken. Zodat ik nooit de server zou crashen. Kijk, af en toe ben ik wel eens gewoon een genie, weet je. Af en toe ben ik wel eens een enorme genie. Kijk, gooien we bij jou het zadeltje erin. Je hebt al twee levels, dat is goed. Je hebt eigenlijk voornamelijk weight nodig. En dan zeg ik disable wandering. Pick-up. Then we go to the... Ja, this. And then we go back to the blauwe zone. Because then we can grab the metaal. Yes? Ja, en dan loop je gewoon als een vervelende kwal via de muur. Hatsikadatsi. Zo via naar beneden. Helemaal niet moeilijk te doen. Zit er misschien even een slangetje. Nou, daar zeg je even hallo tegen. Kijk zo. Hallo. Waar is de slang? Hier is de slang. En het mooie is, van die ankylo krijgt straks ook enorm veel leveltjes van het verzamelen van al dit metaal uiteraard. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Metaal. Flink veel metalen. Ik wil al het metaal. Hier had ik veel eerder mee moeten komen. Er zit zo belachelijk veel metaal in deze wereld. Het is echt belachelijk. Het is gewoon, metaal is geen eens meer een waardevolle resource meer. Het is gewoon, ja, is overal een beetje metaal, een beetje hier, een beetje daar, weet je. Ja, moet je gewoon even pakken, snap je. Is het niet mijn audio die crasht? Is het niet mijn software die crasht? Is het de game die crasht? Of mijn camera die crasht? Alles is nu een keer gecrasht. Echt, ik ga hem helemaal vol pompen met metaal. Helemaal. Uiteindelijk, ik pak ook elke keer wel eventjes wat steen op. Steen heb ik totaal niet nodig. Totaal niet. Dat, als ik steen wil, laat ik mijn Dodicarus wel even rondwaggelen. Die overigens volgens mij echt nog een stuk of 7000 steen in zijn inventaris heeft. Of dat heb ik inmiddels al getransferd. Nou, hoe dan ook. Ja, je weet wat ze zeggen, hè. Het was een level 8. 6. Was het een 8? Het was een 8. En nu is hij alweer level 29, hè. Ja, stort it from the bottom nou weer heer, hè. Ik denk dat ik ook wel eventjes wat meer oventjes hun gang moet laten gaan om dit allemaal te verwerken. Want dit is wel erg veel metaal. Als ik dit in eentje zou stoppen, dan zou die echt morgen nog steeds draaien en dan zou die nog steeds niet af zijn. Nou, goed, hoe dan ook. Jij gaat op het schoudertje. Ik ben ook echt bommetje vol, dus ik hoop
dat de draak het ook nog een beetje kan dragen. Die kan het ook gewoon dragen. Perfect. Mooi. Nou, en dan is dit een lekker snel, effectieve manier van metaal halen. Dat gaat stukken beter dan hoe ik het eerst deed. Hitch. Wandering. En dan kan je daar ook weer even leveltjes mee pakken. Wacht. Zo'n forge, hè? Zo'n industrial forge. Kan ik die al maken? Kan ik ook al maken. Maar dan heb ik dinderend veel metalen over nodig. Maar dat is misschien wel even een handig dingetje voor in de toekomst. Nu zou ik bijvoorbeeld nog even twee andere kleine forges kunnen maken. Nou, ondertussen zet ik jou aan en vul ik je alvast even met metal. Alle 7000 uit de Ankylosaurus. Deze zet ik hier neer, deze zet ik daar neer. Respectabel aantal hout erin. Zo, en dan... Weet ik veel, 1200 in jou en 1200 in die ander? Ja, dat zal vast wel prima zijn. Op die manier creëer ik ook meer charcoal. Dat zullen we uiteindelijk weer nodig hebben voor gunpowder. Voor uiteindelijk ook weer de tranquilizer darts, et cetera. Dus we zijn wat dat betreft lekker bezig. Dan kunnen we nu in ieder geval eventjes gaan kijken naar de industrial grinder. 3200 metal ingot, 600 polymer, 600 olie, 2000 kristal. En 800 cementing paste. Fuck, dat is veel. Misschien is het toch maar wel een idee voor de cementing paste dat ik een Achatina ga temmen. Zo'n slak. En dan zet ik daar zo'n item collector naast. Laat ik hem gewoon een wandering lopen. En dan verzamelt dat automatisch wel die Achatina paste. Want anders moet ik hem handmatig maken. Dat is ook weer een beetje veel. Polymer creëert hij ook wel een beetje. Maar dat is echt op kleine getallen. Dus daar schieten we weinig mee op. Wat betreft de 2000 kristal, ja, dat gaat een pittige worden. Hoeveel heb ik op het moment? 117. Wauw. Oké, kristallen zitten voornamelijk, nou ja, op de surface, als ik die hier moet aflezen. Ja, de surface dus. We hebben deze surface al meerdere malen ontdekt wat dat betreft. We zouden bijvoorbeeld een keer naar linksboven kunnen gaan. Alleen dan moet ik wel even kijken, ik zit hier ook, geloof ik. Moet ik helemaal de rivier volgen, moeilijk doen. Ik kan anders ook gewoon even rechtsboven gaan kijken. Is het 's nachts? Het is net ochtend. Oh, dan moet ik daar eigenlijk eventjes op wachten. En dan moet ik mijn shit even repareren. En dan zouden we kunnen gaan. Met Rockdrake of zonder? Met is wel makkelijk wegkomen. Misschien moet ik ook helemaal niet, zeg maar, hiernaar kijken. Maar moet ik ook naar Bloodrue of Green Gems, et cetera, kijken. Want in de gems zitten natuurlijk ook weer kristallen. Hier achterin zitten heel veel gems. En tevens ook kristallen. Oké, dus wacht. Wat is dat? 5655. Oké. Daar kunnen we anders ook wel even naartoe met onze Ankylo. Ankylo is natuurlijk goed in het verzamelen van kristal. Dus ja, hey, dan waarom niet, hè? Kijk, dit is prachtig. Gewoon vanaf mijn basis één sprong... Watervalletje naar beneden en hier duiken. Dan heb je snelheid. Dan moet je even dingetjes ontwijken. En zo gaan we enorm snel over de blauwe zone heen. Hier, waar zitten we nu al? Nou, halverwege. Nou, dat was toch wel even makkelijk. Nog even een halve zone van dit en dan we're good. Ik zie daar een nameless. Hey, ik zeg gedag, hè. Doei. Ik denk dat het hier ergens is. Is het hier ergens? Nee, het is iets meer die kant op. Oh, wat? Kijk eens aan. Ik heb dan geen, hoe heet het bij me? Lamp, maar... Het zal hopelijk niet nodig zijn. Kristallen! Bijzonder weinig kristallen. Wel metalen, ja. Maar ik moet kristal hebben. Gems boeien me ook niet zozeer. Dit gaat echt een kutklus worden. Oh, huh? 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 Oh. Oké, ik liep... Oh, ik liep langs een kist. Ik zag hem geen eens, joh. Meestal zie ik die dingen wel, maar deze was me even het vizier ontschoten. En ze zeiden net wel heel leuk. Ja, als kristal en gemmen zijn heel veel. Maar daar zijn ze. Maar dan alsnog, weet je, het zijn eigenlijk meer gems dan kristallen. Ja, ik heb het eigenlijk toch dit een beetje overschat. Had ik toch niet moeten doen.
Nee. Dit vind ik te langzaam duren, gezien het feit we echt moker veel kristal nodig hebben. Lijkt het me handiger als ik dan gewoon even naar de surface toe ga. Maar dan moet het natuurlijk wel even nacht zijn, want de dag kunnen we gewoon niet overleven. Alhoewel, zie je dat? Miauw. Nu staan we ernaast. Kan ik... Ja, dit zijn esthetische dingen, hè? Ja, ik dacht ook, kan ik niet gewoon die grote dingen even een paar hengsten geven? En dat we pakken. Maar het mooie hieraan is dan ook weer, we hebben gewoon nog steeds een beetje kristal naast onze basis te zitten. Ook al ben ik bang dat ik nu de spawn daarvan heb geblokkeerd met de foundations. Gaan we er nu dan toch even Nou joh, wat een gebruik. Jongens. Pure drama. 119 hebben we hier uitgehaald. Echt gewoon tamelijk zwak. Uiteindelijk kom ik gewoon weer met gewoon meer metaal terug dan dat ik kristal terug heb genomen. Maar goed, hè. Goed. Oké, het is avond. Dus we kunnen er nu op uit. Ik moet even een lampje meenemen. Ik moet ook echt wennen aan dat licht. Maar ik moet lampbeestje even meenemen. Waar ben je nou? Bulbdog, dank u wel. Aangezien het echt gaat wemelen van de Nameless. We nemen Rockdrakey mee. En dan denk ik dat we eigenlijk alweer goed zitten. Dan gaan we even op zoek naar wat kristal. Oké, eens even kijken hoe laat het is. Het is 2:00 s'nachts. En de tijd gaat echt denderend snel. Want toen ik net op de klok keek was het al 10:30. En nu is het eigenlijk, ik weet niet. Tijdstip van de nacht gaat te snel. Kut, Rudy! Ik weet niet of ik hier wel genoeg tijd voor heb dan. Ik moet even kijken. Is er ergens kristal? Element ore. De zon komt alweer bijna op, joh. Ik heb geen eens tijd om te checken. Oh, er zat trouwens ook een Reaper King achter me aan. Hey, boeien. Oh my god. Oké, nu wordt het toch wel even boeiend. Nu wordt het heel erg boeiend. Ik moet stenen op. De zon komt alweer op. I need to get the fuck out of here, man. Snel. Terug. Snel. Terug. Snel. Alsjeblieft. Ik vind dit niet leuk. Ik ga Kut Rudy aanspreken. Kut Rudy! Het is te snel. Licht. Ik heb geen... Ja, hier. Mijn beeld begint al te golven. Hoe laat is het? 5:30. Ouwe, ik heb 10 seconden kunnen rondlopen. Are you kidding me? Oh. Mijn hele plan in duigen. Nou, goed. Hey, het is wel goed om te weten dat de Rockdrake erg mobiel is in dat opzicht. Dus dat we ons geen zorgen hoeven te maken over Reaper Kings. Die kan je eigenlijk dus gewoon ontlopen. Jammer genoeg had ik niet genoeg tijd om kristallen te pakken, maar hey. Nou, nu moet het nou echt even ophouden met die onverwachte kissies. Zat die hier? Nee, die zat hier. Dat ik die nog niet eerder heb gepakt. Wat betreft de dag-nachtcyclus is dus een beetje van de rel, dus die zal eventjes moeten worden aangepast. Dan zal ik gewoon Kurt Rudy eventjes voor aanspreken. Maar dat zit er dus helaas voor vandaag niet meer in. Maar hey, we hebben wel een Ankylo getemd. En nu is het eigenlijk dus gewoon een kwestie van wachten totdat het metaal uitgebrand is. Wat dus... Het gaat niet snel. Het gaat dus totaal niet snel, hè. Ik zal er ook veel meer hout in moeten stoppen, ben ik bang. Maar goed, dat gaan we wel ervaren. Ja, ik stel eigenlijk voor... de oventjes branden. Dat gaat gewoon wat dat betreft lekker een gangetje. Ik ga het spelletje hierbij afsluiten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit een leuke video? Dan mag je dat belonen met een duimpje omhoog. Vergeet niet op het belletje te drukken naast de abonneerknop. En dan zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!